Zo, ik kom net uit Alkmaar vandaan en ik heb even een heel leuk pakketje opgehaald. Tada! Mijn nieuwe printer. Zo, ik ben net bij Cameron geweest om even mijn nieuwe printer op te halen. Het is een best groot ding, groter dan mijn oude, dus ik hoop het een beetje lukt met hem eruit te halen. Eens even kijken wat hebben we allemaal in de doos zitten. Even kijken of ik hem blijft staan. Even kijken, wat hebben we hier al? De garantiebewijzen. Getting started. Zo te zien, het proefpakketje papier. En onderin de printer. Even kijken wat hebben we verder. Getting started. Nog meer gedoe. Hier een stuk of 8 kaars. Ik geloof dat er 12 ingaan. Kijk waar die andere zitten. Er zijn er 8. Kijk hoor. Stroom. Ah, er zit trouwens best een simpel stroomsnoer aan. Die eraf. Ah, kijk, daar zit de rest. En stiekem ben ik wel blij, want als dit eraan zit, die printer is wat smaller. Dat betekent toch dat die op de desk hier kan staan. En dan hebben we hier iets wat heel goed verpakt zit. Oh, dat is de print. Oh ja, dat is even nieuw met deze printer van mij. Je kan met deze de printkop vervangen. Dus mocht ooit een keertje je printkop helemaal vies zijn gelopen, dicht zijn, weet ik veel wat, dan kan je gewoon de printkop vervangen. En dan de printer. Kijk hoor. Wat zeg jij? Wanneer eerst aanpassingen uitvoeren, performing initial adjustments, verschijnt in het scherm van printer aan de slag 1, is de printer aan het initiëren zorg voor dat is. Dat de stekker niet uit. Oké. Simpel gezegd, als je voor het eerst opstart of wat dan ook, overal vanaf kijken. Even kijken, hoe gaan we dit netjes doen? Oké. Beste printfabrikanten, als je nou dit maakt, zorg alsjeblieft dat je gewoon met je handen erin kan steken en niet eruit kan tillen. Is het niet het idee dat je het... Oh, wacht! Ja. Sorry, ik heb niks gezegd. En als je denkt, wat hoor ik opeens? Wie kunt mand? We hebben tegenwoordig Brian erbij, die bedient nu ook de camera. Zo handig om assistenten bij te hebben weer. Jullie gaan binnenkort vast wel in de video zien.
Pak hem hier, 1, 2, 3. En normaal gesproken ben ik er niet van. Maar ik denk toch even de Quick Start Guide gaan lezen voordat ik hem aan ga doen. Is het heel erg als ik net het idee van iets van de IKEA gekocht heb? Oké, ja, dat hebben we allemaal. Remove packing en tape allemaal. Oké. Even kijken, hebben we nu alle... Ah, nu nog een tapeje. Zo, ik ga echt zo kleren hoor. 12 stukjes. Oké, die hebben we eruit gehaald. Stap 2. Back area, broekstuk, achterkant, inpluggen, niet USB aansluiten en gaan installeren. Oké. Uitdaging, stroom. Heb ik kabel gehad. Oké, we hebben stroom erin, dan moeten we hem aandrukken. Oké. Het magische moment, want dat kan ik niet doen. Ik heb de volgende netjes wat we moeten doen. 1, 2, die. Handjes los. Ja. Zullen we Nederlands of Engels doen? Engels. Het volk heeft gesproken. Next. AG. Welke datum is het vandaag? Zo! Hij staat gewoon op de goede datum. De tankkoffer is closed. Open de tankkoffer! Please wait a moment. Oké, nou moeten we dus... Dat doen ze wel netjes. Wat doen ze netjes? Nou, je moet je kijken hier. Oh, wauw! Dus we doen... Shaky. Ja, wel met twee dan, hè? Ja, toch volgende keer met Tom Cruise vragen. Shaky. Op de een of andere manier krijgen messen hier, of scharen altijd pootjes, dus dan maar hiermee. Ik had dus laatst een collega en die kwam dus binnen. We gingen lunchen. Ja, ik heb toch zo'n klote dag gehad! Ik schat, hartstikke leuk en aardig, maar... hè? Oh ja, is dat. Moeten we dit er nog afhalen of niet? Lijkt mij wel, toch? Ik denk het niet. Maar ik weet het niet. Je guide staat vast in. Shaky. Nee, dan gewoon instoppen. Let's try. Nee. Er zullen misschien echt mensen denken van jezus, wat een losers dat ze dat niet weten. Sorry. Jij weet ook niet alles. B. Oké, ze zitten erin. Ja. Next. Het ruikt ook zo lekker geen. Moet je ruiken, gewoon een beetje een zwembadgeurtje. Oh ja, gadverdamme. Nou, we horen al wie er niet mee mag naar de poolparty. Of niet mee wil naar de poolparty. Dus gaan we maar biljarten. Ja. Poelen. Nee, want we gaan niet naar de poolparty. Even kijken hoor. Ja, oh wacht, even een animatie. Ja. Maar moet ik dit eraf halen? Ik denk het wel. Ja, die moet ik eruit halen. En dan moet ik hem erin stoppen. Close topcover. Heb je hem? Ja. Is er een Lotus sheet of... specific paper.
MP101 in de top feed en select. Wat is MP101? MP101. Je krijgt er wel twee. Dat is een one-time use only wezen. Hoekjes zijn ook. Ja, er is een hoekje vanaf. Ja, ik heb hier MP101. Kun je top feed? Okay. Ja, maar dan moet je speciaal op manier, maar. Oh, vandaar dat hoekje. Die, en dan moet ik deze openklappen en dan, oh wacht, deze moet in het midden laden, is anders dan mijn apps en die ging altijd naar de karant toe. Oh. En dan hoekje naar boven, dat hebben we gedaan. Dan moet deze dicht, ja. Dan deze open, ja. En dan... Ik voel me zo lullig als ik niet aan het doen ben, dan wil ik een beetje denken van, oh wacht, is weer niet. En dan die uittrekken, ja, en dan press ok. USB, wired LAN, wireless LAN, do not connect. USB, waar is USB? Zo, het is maandag weer terug op de studio en ik had even problemen met installeren. Maar ik heb inmiddels via de Amerikaanse site wel de juiste drive gevonden voor met Big Sur. Dus hij is nu geïnstalleerd. Zo, laten we dit als eerste print doen. Dus eerst even de grootte aanpassen voor het printen. Waar sta je ook alweer? Image size 40, oké. Command P. Dan zeggen we naar de Pro 1000, Photoshop Manage Colors en dan gaan we voor de Canon Premium Luster. Deze 16 bit, tralala. En print, nu wordt het spannend. Ik hoor hem dingen doen, dus het zou goed moeten zijn. In ieder geval zegt printing en zegt netjes het bestand hier aan. Dan gaat het even zien, ik wil hem al rommelen aan doen. Oké, ik dacht dat hij nog niet aan het printen was, maar was dus gewoon al bezig, want joh, ja, door hem blazen. Maar die kop hoor je dus gewoon bijna niet heen en weer gaan. Dus wel even wennen. Ik ben dat echt ding nog flink lawaai maakt, maar deze wil gewoon bijna niet gaan. En hier hebben we dan de eerste print. Ik moet zeggen, eerste resultaat is... Eerste resultaat ziet er echt goed uit. Even wat licht kijken. Even met daglicht is altijd de beste manier om te bekijken. En, ja. Ziet er erg mooi uit, al zeg ik het zelf. Zo, dat was het even voor nu. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Als zo is, geef een duimpje omhoog hier beneden. Mocht je vragen hebben over deze print of over print, laat hier ook onderin even weten. Dan kunnen we hopelijk binnenkort even een uitgebreide video hierover maken. Ben je nog geen lid van mijn kanaal, druk dan hier onderin op abonneren of hier al. Of hier voor video's die ik eerder gemaakt heb. En dan hoop ik jullie graag snel terug te zien bij een volgende video. Hoi hoi!